Ik ben Dutch to be. Kijk mijn money, kijk mijn ringen, kijk mijn abonnees, kijk mijn views. Kijk naar al die andere kleine YouTubers, hè. Die krijgen maar milli views bij mij. Fuck milli views bij mij. Ik krijg 18 milli views bij mij. Oh, paar kanalen bij elkaar? 25 miljoen. Hallo jongens en meisjes van Tolk en als gamer, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik dus 10 tier runnen, alleen ga ik niet zomaar 10 tier runnen. Ga ik dat samen doen met een YouTuber. Dus als jij dit leuk vindt, druk op dat duimpje omhoog. En zet hier beneden in de reacties welke dus de volgende YouTuber moet zijn. En sorry voor mijn stem, ik ben ziek. Let's go. Vandaag ben ik dus samen met Job, de enige echte Job. Yo man. Yo man, alles goed? Ja man, met mij gaat tenminste alles ik goed. Ga je, in plaats van dat ik je ga slaan in je eigen stad, ga ik je ownen in je eigen game. Oké man, maar dit wordt hem dus niet. Ik weet 100% zeker dat ik sowieso ga winnen. Alvast druk op dat duimpje omhoog, jongens en meisjes. Ten eerste, we gaan 3 games doen. Als er iemand dus 2 games wint, die is nog een winnaar van de hele fucking best of 3, zoals we dat sowieso hier noemen. En sowieso... Ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met die spelregels. Oh nee? Maar wat wil je dan doen? Wil je gewoon 1 game doen? Ja, en dan dat deze aflevering... Ik wil eigenlijk gewoon dat zeg maar, dat ik 2 compensatiepunten krijg in het begin al. Omdat jij namelijk beweert beter te zijn dan mij. Dus dan staat het nu zeg maar 2-0. Oh, oké. Dus jij staat nu al 2-0 voor. En ik moet op dit moment dus iets van 3 winnen. Wat eigenlijk een best of 5 maakt. En een heel best of 3 verpest. Oh, jij wil dat? Is goed, man. Dat gaan we gewoon helemaal doen. Maar jongens, druk even op de allemaal. Druk even allemaal op de duimpje omhoog. Ik ben al sowieso een beetje ziek. Dat hoor je aan mijn stem. Ik ben helemaal verkracht. Ik ben in mijn kont genomen. En weet je, dat ben ik nou eenmaal gewend. Dus op zich maakt het niet zoveel uit. Vertel, Job, wat heb je allemaal vandaag meegemaakt in jouw prachtige YouTube-leven? Ik werd vandaag wakker om een uurtje of 2:30. Oh, dat is nice. Ja, want ik was heel erg hard aan het werk voor nieuwe video's gisteravond. Oh ja, was je echt heel lang bezig met editen en zo? Weet je, kijk, dus ik werd wakker toch? Ja. Ben ik naar de juwelier gegaan, toen heb ik een ring gekocht. Oh, je hebt een ring gekocht van hoeveel euro was dat? Ja, dat ga ik niet zeggen in een video, man. Dat gaat echt te ver. Oh, gaat dat te ver, kill? Huh? Gaat dat ver, kill? Ja, ongeveer, ik ga het even erbij pakken hoeveel het ongeveer was. Oké, man. Valt ook wel weer mee op zich. Het was ongeveer dit. Oh ja, gaat u nu, ga je nu je stack show dat ongeveer helemaal niks ongeveer is? Dat. Ja, hoeveel euro is dat? 100? dit is ongeveer, niet zo heel veel. Ik denk ongeveer 10 of zo. Oké, okay, dus man. Ik ben dood. Okay. Oh mijn god, Job. Oh mijn god. Maar oké, okay, Job is dus dood. Nice, Job is dood. Hey, ik sta al voor, hè, nu. Nu sta ik al 1-0 voor, man. Hoe voel je nu, gerekt worden? Hè? Ja, ik probeer te vertellen dat er een heel speciaal meisje in mijn leven is met wie ik het goed probeer te maken. Jij doet dit. Ja, maar weet je hoe dat komt, Job? Omdat jij zo'n eenmans egoïstische kutkind bent, heb ik gewonnen. Omdat jij je geld wil showen in mijn video's, in Tolkien als gamer. Dat doe ik nooit, hè. Ik vertel nooit mijn kijkers hoeveel geld ik heb. Weet je hoe dat komt? Omdat ik misschien helemaal geen geld heb. Maar... Jawel, jij hebt zoveel geld dat je weet dat je het vertelt, mensen back. Je overvallen. I'm back, Staffel, I'm back. Wat zeg je in een video, hè? Wat zeg je Staffel in een video? Hey. Oh, gaan we zo doen? MLB en Matty. Ja, ik ga gewoon MLB door. Whatever. Het staat 1-0 voor mij en dat hoort zo. Deze keer zijn we op de map Tombat en dit is eigenlijk de map die ik echt haat. Dus op dit moment heb je eigenlijk een kans om van mij te winnen, Job. En weet je hoe dat komt? Omdat mijn beeldscherm... Nee, net had je gewoon helemaal geen kans, omdat ik een pro ben. Maar op dit moment heb je een kans, omdat ik namelijk helemaal niks zie. En mijn beeldscherm is namelijk echt fucked up, een slechte beeldscherm. En dat is eigenlijk de reden waarom ik eigenlijk helemaal geen fuck zie. En daarom heb jij geluk, man. Dus stel je voor, ik win nu alsnog van jou. Dan kan je wel eigenlijk zeggen dat je uit het raam kan springen, ja? En daar geef ik je gewoon toestemming voor. Maar mag ik dan echt uit het raam springen? Ja, daar geef ik gewoon toestemming voor. En je snapt het. Als ik toestemming voor iets geef, dan mag je dat ook gewoon doen. Ja, zo werkt het in mijn leven, hè, jongens. Ja, ik moet altijd even stalken om bellen voor toestemming voor alles. Ja, dat is ook echt zo, hè. Je kan nu wel sarcastisch erover doen, Job, maar dat gebeurt letterlijk in real life ook. Dus zo van Tolkien, is het slim? Nee, Job, is niet slim. Maar ik ga denk ik toch doen. Job, als je dat doet, is het klaar met je. Oké, ik ga het niet gaat doen. Doen. Okay, goed zo. Nee, dat gaat hij uiteindelijk toch doen, dus... Weet ik vertel één dom iets wat ik ooit aan jou heb gevraagd. Mag, je hebt mijn toestemming, mag alles zijn. Nee, maar mag ik nu alles zeggen wat jij wilt? Ja, mag alles. Omdat ik net mijn stack ging showen en daardoor ben gevallen en nu toch heel slecht speel, mag je gewoon misbruik maken van mijn... Oké, nou, bijvoorbeeld vandaag nog. Ik zei nog op Twitter van, hey, niet domme dingen doen met je ring of met je geld op Twitter te showen. Gaat hij foto's maken, gaat hij posten, gaat hij zeggen van, hey, ik ben DutchTuber. Ik ben Job van, niet domme gamen. Nee, Staffa, fuck domme gamen. Ik ben DutchTuber. Kijk mijn money, kijk mijn ringen, kijk mijn abonnees, kijk mijn views. Kijk naar al die andere kleine YouTubers, hè. Die krijgen maar milli views bij mij. Fuck milli views bij mij. Ik krijg 18 milli views bij mij. Oh, paar kanalen bij elkaar? 25 milli. Grote big boys denken ze dat ze zijn, hè. Ik ben Job DutchTuber. Kijk, en dat moet je dus niet doen, Job. Snap je? Kijk, en nu door jou ben ik doodgaan, hè. Ik ben gewoon 75 geworden, omdat ik gewoon helemaal ben afgeleid. Fuck dit, gewoon. God damn, dude, echt. Gewoon, fucking hell, man. Jij moet altijd alles gewoon... Oké, okay, boys. Ah, oh, ja, lekker kleine map, hè, joh. Huh? Kleine map, hè. Ik zou je dat saai, hè.
echt grappig, want het is wel een beetje. Hey, wat schat je met jongens? We zijn op de map Mars. Dit is een fucking kleine map. Het staat op dit moment 1-1. En Job heeft een fucking lachcrisis of zo. Ik weet niet eens wat hij heeft, man. Jongens, ze zeggen let's go. Let's ik heb go, zin man. In. Net had je eigenlijk gewonnen, maar ik was echt afgeleid, man. Even eerlijk. Ik was echt afgeleid. Ik was gewoon in mijn verhaal. Dat is geen reden, toch? Ik bedoel, ik had lag. Gozer, ik keek niet eens naar beeld, hè. Ik heb nu wel echt heel veel lag, man. Ik moet eerlijk zijn. Maar dat komt omdat ik opneem. Echt een hele hoop lag, man. Maar dat komt omdat ik opneem en zoveel mensen in een kleine vakje is, man. Maar ja, boeien. Ja, ik val, jongen, elke keer. Ja, ik ook, weet je. Dat doe je nou eenmaal bij TNT Run, man. Je valt en staat op. Maar weet je, wie... Ik zeg hoe dat proces... Maar kijk, wie niet opgeeft, joh, die wint. Snap je? Werkt dat zo in het leven? Ja, man. Zo werkt dat in het leven. En nu? En nu, wat hey, ga je doen? Hey, Dolgan kill! Wat? Hier ben ik. Oh ja, mooi boy. Ewa. Oh shit! Nee, niet naar beneden vallen! Oh. Wegvallen! Nee, tuurlijk niet. Denk, ik ga vallen. Denk, ik ga verliezen voor jou. Hè? Huh? Ja, je gaat super hard verliezen van mij. Ja joh, dat denk je. Ga maar zo denken, ja? Ja, maar zo denk ik toch ook, hè? Hey, ik zeg je eerlijk, man. Dit gaat niet goed, man. Iets in me zegt dat ik over een paar seconden dood ga. Yep. No, ben dood. Ik ben niet dood. Derde geworden. Kutzooi. Ik heb gewonnen! Kutzooi! Kutzooi! Gewonnen! Is niet eerlijk, man. Nee, man. Nee, man. I'll be back, man. Klopt niet, man. Is gewoon weer fake, man. Dit is geacteerd. Dit is niet hoe het lijkt. We hebben afgesproken van tevoren dat hij zou winnen, jongens. Hij heeft mij tenminste 50 euro gegeven, man. Jongens, bedankt voor het kijken in deze video. Voor je nou deze video leuk vindt, dat je geen duimpje mag doen. Abonneer op Jobs kanaal hier. Links staat beneden in de beschrijving. Dom, zie ik jullie weer ooit.